Hallo, daar zijn we weer met een record aantal rode kaarten in een duel dat volledig ontspoort. Mafketel. En een bizar slot heeft. Ik heb nog nooit zo'n onsportieve wedstrijd meegemaakt. Echt niet, hè? Nee. Nu of nooit de nul voor Noah, die Shahid Zoontje inwerkt als tweede keeper, omdat... Hey Kelly, wat? Je vruchtwater nu al? Ja, sorry, ik zit even in een interview. Maakt Alessio het doelpunt van de week? We zien bloopers en Wassima die haar mannetje staat. Hey. Wow. Wow. Heerlijk, tussen de mannen. Ik vond het wel fijn. Ja, ja! Er zijn uitbundige celebrations, ook na de wedstrijd. En scoort debutant Marouan direct al. Ik heb ook een doelpunt gemist, hè? Wil jij nou met jouw woord in de video komen? Laat dat woord dan achter in de comments. Doe een like, duimpje, abonneren, subscriben. Ik zeg nu in twee talen, zeg maar. Ja, dat is logisch. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Een historische, hysterische wedstrijd wordt het hier in Rosmalen in Brabant tegen OJC. En wat betekent dat? OJ, creators, daar komen ze. Met rechts de man van het vuurwerk. Die is in paniek, want het vuurwerk doet het niet. Shahid heeft dat door en lacht zich rot. En in de warming-up leert Noah het zoontje van Shahid om te keepen. Zo doet hij dat. Ook de dochter van Shahid wil wel op doel. En let op, deze kopbal via paal tegen Noah's hoofd. Noah, die vervolgens een woedeaanval krijgt. Hallo, medewereld. De medewereld ziet dan dit. Wel of geen goal van Noah. Wat vind jij in de warming-up? Hens, misschien? Volgen, subscriben, liken, deelt met iedereen. Ciao, ciao. Zegt Marouan van Mokro Mafia. En deze omhaal is er eentje voor in het Rijksmuseum. En Luciano, die deze bal bijna stopt. Abonneer op het YouTube-kanaal van de Creator Sessie. Ja, hoor. Zegt Boer Ajoep. En voor de wedstrijd is er nog iets bijzonders. We hebben een TikTok-kap geregeld. Wereldberoemd is die. En hij gaat nu de zoon van Shahid knippen. Kapper Reboir. Bijna 700.000 volgers op TikTok. Mijn oom heet zo, hè? Ton Deuze? Ja, die heet Ton Deuze. Reboir gaat later invallen, meevoetballen, benieuwd naar zijn scharen. Er zijn bijna 3.000 mensen, een record bij een amateurclub. En dit slaat nergens op. Lekker man, kapperskap. De speaker weet precies wie die is. Noah! Kom op, nummer 1, nummer 3, Tilter, nummer 4, Asenio, nummer 5, Rick, nummer 6, Ricky, nummer 7, Akamis, nummer 9, Shahid, nummer 11, Marouan, nummer 12, Sebas, nummer 21, Vincent, nummer 3, nummer 5, nummer 21, Rico. Nummer 30, Alessio. Nummer 31, Kwasizawa. Nummer 32, Boer Ayoub. En Roy. Rijn is te laat, maar heeft een goed excuus. Moest naar een uitreiking. Later meer over die beker. Eerst even luisteren naar hoe je de naam uitspreekt van onze FunX-presentatrice. Nummer 31, Kwasizawa. Bijna goed. Daar staan ze. Arsenio maakt Noah nog even attent op die poepvlek in zijn broek. En Niek en Boer Ayoub krijgen een ruzie. Er hangt agressie in de lucht. En de tegenstander ziet er zo uit. Is jeugdig. En Boer Ayoub oefent zijn specialiteit. Komt er wel eens winnen. De boksen. En dan eens kijken naar die man die nog steeds boos is dat ze vlammen het niet doen. De warming-up met Akamist, Alessio en Shahid. Dit team swingt de pan uit. En bij de teamfoto vergeten ze iemand, Ilse. Nou, dat is lekker dan, maar de foto mag opnieuw. En als dank begint Ilse een striptease. Beetje laat, maar hij doet het. De fans hebben meer vertrouwen in de OJC-keeper dan hij zelf, zo te zien. Noah heeft zijn keepersdiploma gehaald en scheidsrechtersdiploma ook, zo te zien. En ook Shahid laat gelijk zijn tanden zien, is agressief. Noah vermaakt de fans. Hij mag de symbolische aftrap doen. En dat doelpunt wordt zo gevierd door Shahid. Ready. Het vuurwerk kan beginnen. En Joris akadist gelijk een tegenstander. Wat een koekoekactie is dit. Het goede doel waarvoor gespeeld wordt is Ales. En Wassima laat gelijk zien dat ze prima kan voetballen hoor. Houdt het simpel, heel goed. Daar de cameraman, de enige cameraman ter wereld die ook tegelijk commentaar geeft bij de wedstrijd. Ongelooflijk. En de eerste kans is voor OJC. Hun geslepen aanvoerder moeten ze in de gaten houden. Zeker wanneer Noah nu eindelijk eens de nul wil houden.
Voor het eerst in 7 jaar. Hij was het niet, hij ook niet. En... Noah krijgt verzoeknummers. Joris, 3 minuten gespeeld. Op Vincent begint een nieuw kanaal. De bankdrukkers, het veel in de sportschool. En? Nou, dat is een keimel. Wat een goal! Nee, dat is niet normaal. Wat een goal! Wat een lekker goaltje. Ja, dit wordt een hutspot hoor. Met Worst. En Vincent gaat Glenn Helder voorbij in het topscorersklassement. Hij is het mannetje. Hij staat nu 4e. Vincent Visser, razend populair. En Noah kan dan zijn 2e doen. Vincent laat gelijk zijn spierballen zien. En Roy zijn nieuwe camera nu Sony Vlogcam. En ook zijn 3 nieuwe stagiaires. Joris met die geslepen Vos tegenover zich. Henk Vos en Noah! Lekkere zweefzee voor van de Creators FC aanvoerder. Die op het punt staat voor de 2e keer papa te worden. Rijnt ook daar vlak voor hem op. Dan een hoekschop waar het blijkt dat je koppen hebt. Naast koppen en naast koppen. Niek jaagt daar goed door. Krikeldam. Nee, Niek. Dan Shahid. En oh, leuk paasje achter zijn standbeen. Krikel. Jammer. Shahid met het hoogstandje. Lekker. Ricky. Niet. Rijn. Niet. Ze hebben het lastig daar tegen al die jaren ervaring. Noah, prima. Ze doet het. Gooit zich op de bal. Noah die stage loopt bij Volendam. En wie is de populairste eigenlijk? Shahid. Noah. Shahid. Ja? Noah. Boer Ayoub gaat achter een ontsnapte tegenstander aan. Wat gaan die beentjes snel. Toch een schot in de hand van Noah. Wat een reflex zeg. Fantastisch. Goddelijk. Deze redding. En Ayoub constateert dan vervolgens richting Roy. Dit gaat niet goed, bro. Want weer een hoekschop tegen. En weer naast gekopt. Weer staat er eentje helemaal vrij nadat Noah daar een duel aanging. En Rijn weer bijna een eigen goal maakte. Nog een corner. En nu is het... Golasso. Wel raak. Kon niet uitblijven. Die aanvoerder. Maar Noah is woedend. Werd gehinderd. En de vrouwelijke scheids kan goed luisteren, maar niet fluiten. Die speler moet zich doodschamen. En de scheidsrechter ook. Hinderlijk. Dit gebeurt er. Noah kort gedekt. Die man springt. Staat daar. En valt dan. Dat is een zwalbe. En die ouwe daarachter heeft een gouden pik waar die mee scoort. Dus weer niet die 0. Ja, facts. Geen 0. Nice. Wel een tegenstander die heel lastig is. Joris. Gefloten. Hens. Nu is zelfs Joris boos. Schiet de bal weg. Dat zie je zelden. En de scheids heeft het nu helemaal gedaan. Die geeft Joris zelfs geel. Akamist krijgt een plakje kaas. Zeldzaam. Hobby van de scheids. Ze is poppenspeelster. Nou, laten we eens kijken. Oordeel zelf. Was dit nou Hens? Nee toch. Bij de vrije trap die volgt zegt Niek tegen die OJC'er, als jij nou eens lekker daar rechts ver naschiet. Zou dat helpen, die psychologische oorlogsvoering? Komt die vrije trap. En ja, de bal is nog steeds bezig aan een rondje om de aarde. Noah, ga je even zwaaien? Ja, dat kan Noah. We zwaaien met z'n allen naar de fans. En boer Ayoub geklopt in de lucht en geduwd. Maar kijk eens hoe goed hij kan koppen. Daar die Henk Vos weer. Maar Ricky wint het duel. Laat zijn tegenstander vliegen. En kijk daar achter het doel, zwaaien naar de camera. En je komt zomaar in beeld. Daar de scharen van Marouane. En die van de meiden kan er trots op zijn. Leuk dat Jaap Stam meedoet bij OJC. Dat een gevaarlijke spits heeft, deze nummer 9. Daar gaat hij. Maar Creators FC heeft Noah. En links achterin de enige vrouw op het veld. Hoe heet ze ook alweer? Ja, Wasima dus. Goed onderschept hoor, en Rijn ook leuk. Maar OJC gaat richting de 2-1 zo en dit scheelde heel weinig. De scheids heeft weer wat gezien. Wat dan? Vraag je af. Terugkijken. Dit. Noah vindt dat hij weer gehinderd werd. Heeft Noah een punt? Nou, als het gelijk wordt wel. Hoekschop nummer 5 in de eerste half uur. Stam, Noah en... Nou, ze gaan er hard in hoor. Joris is het slachtoffer. En Noah gaat meer van zich afbijten. Afduwen. Rijn daar links vindt dat prachtig. En aanvoerder Henk
zit op Walking Football. Eén blik is al genoeg. Voor Alessio om te schieten. Alessio trots op zijn zus Sienna, die mee heeft gedaan bij de vrouwen. Check die video hierna. Marouane, geweldige paas op Krikel. Krikel en net naast. En gevlacht. Krikel is bezig 100.000 boksen te geven. Ja, Marouane kan voetballen. Geeft deze gruwelijke panna, wat de tegenstander niet leuk vindt. Marouane, echte middenvelder. Koekoek. Lekker hoor. Alessio kleunt erin en gaat steeds beter spelen. Heerlijk. En ook Akamist schudt tegenstanders nu van zich af. Zo, Ricky. Oeh, iets te getig. Daar is Henk. Henk en... Ja hoor, 2-1 achter. En Henk heeft dan een hartje voor zijn vrouw voor het 50-jarige huwelijk. Verslagenheid, keer 4. Noah was kansloos. Nummer 15, Toon van Uden. Henk blijkt Toon als tweede naam te hebben. En de creators gaan er eens in de achtervolging weer achter. En daar gaat die Toon weer. En Ricky, zo. En die Toon kan een toontje lager zingen. De creators worden feller. Marouane zegt, gaat u daar maar liggen. En Shahid gaat in de spits spelen. En komt gelijk met deze paas op Krikel. En die is weer dicht bij zijn goaltje hoor. Uh-oh, daar is die spits. Niks doen nu. Niks doen, niks. Ja, daar gaat hij gelijk liggen. En krijgt hij de strafschop ook nog. Wel wat makkelijk. Bal nog tegen het hoofd ook. Pingel, de kans voor Noah om te shinen. Maar die spits kan een bal nog goed raken. 3-1 achter. Dit wordt lastig. Hij werd goed genomen. Het staat 3-1 voor OJC in de eerste minuut, zou je zo denken. Alessio neemt tijd voor zijn fans. En dit is de reden dat Frank Slotta niet meedoet vandaag. Alessio. En Shait! Die toch echt wel een voorhoofd heeft, maar dat vergeet te gebruiken. Deze was hard. Deze was hoog. Deze was over. Maar wel weer een kans voor de creators. En er gaan nog veel grotere komen. Daar komt Sebas. Gelijk een goede aanname. En de acties, de dreiging, er hangt nu veel meer in de lucht. Oppassen voor de counter, dat wel. En dat doet Shade, want die floot. Ja, de tegenstander Henk stopte er daarom mee. Prima. Sebas, Niek en hij geeft een rondje. Vincent met de vrije trap. Die bal stuitert, goed naar de hoek. Prima geplaatst. Ze komen dichterbij hoor. De keeper ging een beetje laat naar de hoek, om 5 uur. Maar stopt hem wel. Niek loopt de ronde van Rosmalen. Gaat die keeper pesten. Gelijk heeft hij. Aan de andere kant mocht dat ook. Niek weggeduwd. Dan ja. En Shahid. En Shahid die zaagt er een boom omver. Alleen de stam is over. En Jaap is niet meer zo steady. En als je dit leest rechts. Juist. Vincent. Niek handig. Bijna. Shahid nog. Alessio. Kans verkeken. Maar wat gebeurde daar? Niek maakte eerst wat goed. Vrienden. En dook vervolgens heel handig op. Kijk maar. Eerst de achter en dan de voorkomen. Voor zijn mannetje. Mannetjes. En op zo. Met een haakje. Niek had van de week zijn moeder te eten. Ik heet Colin en Zelle Koulanen. Shout-out naar mijn moeder. Creators heeft het nu achterin beter voor elkaar. Was Sima er weer tussen en gelijk goed passen. Waar is die nou weer? Shout-out, Shisha. Bij deze. Weer een goed paasje. Vincent in de tosti genomen. Tuurlijk vrije trap. Shahid leidt af door zijn kont te laten zien aan de keeper. Vincent neemt hem zelf. Nee, Niek. En Arsenio is er net in en kan er weer uit. Rust. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Ja jongens, 3-1 achter. Yes! Come on! Yes! De doelpunt van het jaar trofee dan. Hoor ik mijn naam. Speech, speech. Dat ik ook nog iets mag winnen een keer in mijn leven. Ja. Voor Alice is een bedrag opgehaald van maar liefst €12.560. Geweldig. Bedankt aan de spelers en het publiek. Arsenio probeert zo warm te blijven. Ook Ilse maakt zich klaar om in te vallen. De opbrengst van de wedstrijd. En kinderen van spelers moeten zelfs een box uitdelen. Maar dat gaat niet altijd goed. Team Alès zo op de foto. En de dochter van Shahid heeft een verstopplek gevonden, een bijzondere. Dan zien we dat ook de tegenstander zich heeft versterkt. Met deze man. En de dochter van Shahid gaat niet van het veld. Ze wil niet. Nou, toch wel.
Of toch niet? Ja, Roy is verdwenen. Ik doe gewoon coaches schoon. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Volgens mij is hij frikandellen halen of zo. Want ik neem het wel van hem over. Hey, ik zou toch zweren, dat is Foppe Daan. Met Foppe Daan gaan we verder. Joris passeert gepasseerde spelers. Daar onze hoffotograaf. En Rijn heeft er zin in hoor. Hoppa! Ziet ook de harde kern van OJC. Sebas. Naar Vincent. Daar komt Sebas en de keeper. Maar het gaat stormen vanaf nu. En de tegenstander staat op omvallen. Zeker die invaller. Die stort hier neer. En Wassima schiet nog even lekker de bal tegen zijn hoofd aan om het nog erger te maken. En dan is Ricky zo sociaal om de arme man van het veld te helpen. Bij de tegenstander nu trouwens ook een meisje. Nummer 31. Arsenio en gefloten. Waarvoor? Voor Hens van OJC. Dus strafschop. Noah viert dat al als een doelpunt. Is dat terecht? Hij mag hem gaan nemen. Bij zijn debuut. Marouane. Maar die keeper die is nog even irritant. Die tikt de bal weg. Vervelend. Marouane. En dan een kleine tegenvaller. Ja, gaan we weer weg. Applaus voor debutant. Als je bij je debuut al een penalty weet op te eisen, vind ik knap. Marouane, geduld, getroost. Dat je hem dan vervolgens mist? Niet over, maar echt over. Ik bedoel, je hebt Jaap Stam en je hebt Marouane. Dat is nog knapper, toch? Dat is nog knapper. En vreemd is dat niemand in de gaten heeft dat die keeper al een halve meter voor zijn doel staat voor de bal wordt geraakt. Deze had overgenomen moeten worden. En zegt Niek, lichaam niet achterover wanneer hij neemt. Dan komt deze Willy Witgoed als nieuwe keeper het veld in. En die gaat een hoofdrol spelen. Niek doet dit handig. En Marouane is nog een beetje gefrustreerd. Komt als een karateka in. Arsenio laat zien hoe je een bal afpakt. Noah is ver uit zijn doel. Ze zetten hoog druk. Het slotoffensief is begonnen. Daar gaat Niek. Kijk, die hak is hoog tegen de billen gaan. Niek en net naast. Balen. Goed geacteerd dit. Het scheelde weinig. Zo weinig. Maar het zit niet helemaal snor in het hoofd van Niek. En de boer, hij ploegt de voort en gaat neer. En natuurlijk is dit een vrije trap. Weer een overtreding en Arsenio via een beetje pech dat dat zomaar een eigen doelpunt kunnen zijn. Kijk maar. Keeper was kansloos, maar de creators geven nu gas hoor. Oppassen voor de counter en Wassima doet dat uitstekend. Is de beste vrouw op het veld. Daar komt ze weer goed voor de man. Vrouw, Arsenio van verder weer net niet. Ilse is er nu ook in gekomen. OJC, OJC, dat wordt gevaarlijk. Joris is daar nog in zijn eentje. De kap en dan het schot. Of iets dat daar op moest lijken. Om hem naast te kijken. Dan een ménage à toi. Voilà. En een man met bril die de bal niet goed ziet. En Marouane ook niet ziet aankomen. Dan rolt en boos is. En zelfs geen hulp en verontschuldigingen wil van Marouane. Die laat hier een beetje hangen. Dan hij maar een handje. Ook dat meisje bij OJC heeft het niet helemaal scherp. En dan de belofte van Vincent Visser. Zet me in de spits en ik zorg dat ik score. Arsenio. Naar Niek. Iets te ver naar buiten aangenomen. Maar de voorzet is goed en Boer Ayoub. Verscheen nog eens een duveltje uit een doosje. Die 3-2 kan zo niet lang uitblijven. Arsenio wint dit staartduel te makkelijk. Voor Alessio, Di Martino. Wat een geweldig schot van die halve Italiaan. Ik dacht heel eventjes, dit is mijn Ronaldo moment. Maar het zit niet mee. Bijna Ronaldo was die. Maar het was gewoon weer Alessio. Het wordt nog gemener dan. Kijk maar eens hoe dwaas deze gast doorgaat op Sebas. En natuurlijk is dat geel. Vincent. Bewijs dat ook de creators van zich af gaan bijten en afduwen. Alessio. Niek. Boom. Boom. Lekker. Wat een spervuur aan schoten nu zeg. Heerlijke volley was dat van die rozen. En de krijsmeisjes zijn vroeg deze lente. Luister maar.
Oordopjes uit. Volgende aanval. Niek. Niek kijkt opzij. Niek, knappe voorzet. Nee, hij schiet hem. Net voorlangs. Een kwartier nog. Prima gedaan, Niek. En een wissel. Je bent gewoon op de bank blijven. Dat is wel beter inderdaad, ja. Krikel terug. Akamist passeert zonder zijn inhaallicht aan te doen. Dan Arsenio op Vincent. Dit is geen hens. Hij mag door. En die keeper. Niek dan nog in de herkansing. En weer die keeper. Ja, die zit erop hoor. Hij heeft hoog gekiept en redt zijn ploeg hier absoluut. Er zijn nog 10 minuten te spelen. Komen de creators nog terug? Het wordt een bizarre slotfase. Hoe dan ook. Rijn. Vincent. Vincent schiet en die is onhoudbaar. Wat zei ik? Zei het. Ja, ja! Lekker prik. Hij belooft het en hij doet het. Toch weer hè, die Vincent. Vincent Visser jast hem erin. Vincent, jongen, lekker! En er komt nog meer aan, hoor. Knuffels van de mannen, een handje van de vrouwen, dat had hij liever andersom gezien. Maar wat maakt het uit, deze zit er heerlijk in. En hoe lang is er dan nog te spelen? Dat vertellen ze lekker niet in Rosmalen. 5 minuten is het goede antwoord. Roy wil erin met microfoon op. Niek op Vincent. Dan Alessio! Arsenio! 3-3. De comeback creators doen het weer. Net Feyenoord. Wat een wedstrijd. Wat een su. Wat een slotfase. Heerlijk. We gaan nog eentje maken. Lekker. Hij wilde nog eentje gaan maken. Na deze. Nu zit het wel eens een keertje mee. Valt hij precies voor de voeten van Arsenio. Iedereen uit zijn dak. Noah. Net als de fans. Maar we zijn nog niet klaar hoor. Nog. Het kan zomaar gebeuren. 3 minuten nog. Roy zet Krikel achterin nu. Toen je achterin stond, is er nog wat doorgelaten? Nou, misschien bij deze aanval in de laatste minuut. En het is ook niet, jawel. Komen ze zo goed terug van 3 en achter. Wordt het 4-3 voor OJC. Die gast kruipt daar voor zijn man, voor Krikel. En deelt een dreun. Een mega box uit. Maar zijn de creators nu knock-out of richten ze nog een keer op? Let op. Arsenio, Niek en Rijn. Boom! Toch weer gelijk in de extra tijd. Doelpunt te maken, Rijn. Ik weet niet hoe ik het doe. Wat een wedstrijd. Zo doet hij het. Vincent schoot daar een beetje mee bij deze volley. Wat een goal. Kom op dan! Op een of andere manier sta ik steeds op de goede plek. Ja, waanzinnig. Geef je reactie. Hé, joh! Oh. Hé, joh. Wat is dat voor joh? Zelf een kampioen. Ja, het gaat dan helemaal los. Die keeper gaf de bal niet. Arsenio tikt hem uit zijn handen. En dan ruzie. Kijk, zo gaat dat. Flauw, geeft de bal niet. Ze vraagt hem netjes. Arsenio tikt hem uit zijn handen. En oh, dan schopt hij Niek van achteren. Die schiet de bal naar de keeper. En dan komt daar de Mokka-maffia ook nog erbij. En Sebas krijgt een rood. Maar waarom? Geen plakje kaas, maar een hele rode plak kaas. Ja, en die keeper dan? Ja, natuurlijk. Ook die kan eraf. Waarom wil iedereen met ons vechten, Roy? Wat is dit, joh? Alsof wij dat in iedereen naar boven halen. Ja, kijk, we zaten in kleedkamer K1. Ja, en hoe omschrijven we die keeper? Merkwaardig. Raar. En zelfs de trainer zegt, waar ben je nou mee bezig? Niet nodig. Nee, niet nodig. Maar ja, ze hebben alleen hunzelf ermee, want zij staan nu zo op het internet! Maar ja, het blijkt maar weer, keepers zijn gek. En de allergekste is natuurlijk Noah, want die viert doelpunten en rode kaarten zo. Daar komen de creators nog een keer. 95e minuut. Niek, kan het nog? Nee, afgefloten. Arsenio probeert de scheids nog even door midden te schieten. Wat een wedstrijd zeg. We vieren de 4-4 als een overwinning en Reboire is er net in. Hij zou zijn debuut maken. Hij loopt het veld in. Wat denk je? Afgefloten. Het publiek heeft enorm genoten en de afloop komt alles weer goed. Nou ja, Niek? De keeper, man. 8 goals, penalties, gele en rode kaarten en dan moeten de hilarische diepte-interviews nog komen. Heb jij 3 piemels? Nee. Ja, ik vond het super leuk, Roy. Ze willen een huis. Ik hou ze nog heel even vast. Ik heb ook een doelpunt gemist, hè? Doelpunt van Java, de kijkers die het even niet weten. Dit is de speler die u niet zag in de samenvatting. Ja, nee, het is wel vermoeiend. Ik ben niet gewend om te voetballen, nee. En je hebt met 43% gewonnen. Zo! Kijk eens wat hij heeft voor jou. Je bent player of the match! Nee! 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 Oh!
Ja, echt. Is het echt serieus? Is het... Ik snap dat jij naar huis moet, want... Hey Kelly. Wat? Je vruchtwater? Nu al? Ja, sorry. Ik zit even in een interview. En hoe kon je een doelpunt missen? Want een doelpunt is... Doelpunt is echt... Nee, luister. Ik ben nog steeds Marokkaans. Hoeveel boksen? Ja, ik zit nu op 33.000 en ik moet er 100.000. Mijn voet is groter dan mijn scheen, dus het is fucked up. Ik heb wel één ding gescoord vandaag. Kappertje. Wauw, hou op man. We hebben player of the match. Dit staat er ook echt. Oh my goodness. Nee, je moet YouTube video's maken, oké, maar dit is niks. Beauty video's? YouTube video. Dankjewel jongens, allemaal voor het stemmen. Dat waardeer ik heel erg. Hou het nog even binnen, ja? Geef me 5 minuutjes. Kijk dan een beetje. Je zegt gewoon rood gewoon. Ja, rood, ja. Oh, laat het zien. Oh. Ja, de ander valt mee. Oh. Doe jij mee? Je bent rechts. Ja, ik ben rechts, ja. Ja, dat lukt wel. Vraag aan de Sham of die er terug wil duwen. Ja. Welke mooie vrouw zou jij een box van willen? Ah, god. Nou, een mooie vrouw. Is goed, schat. Tot zo. Dag. Ja. En naast ons zat K3. Daar zat er een vrouw. Zeg maar. Ja? Dat is geen grap. Nou, ik maakte een sliding en ik heb nu een hele mooie kras op mijn scheen, jongen. De lekkerste snack van vanavond komt nu binnengelopen. Kijk eens. Ah, dit is top. Dan heb ik het dan voor deze kipje. Ja. Oh, wat lekker. Dankjewel, nou. Dankjewel. Ariana Grande. Ariana Grande, als je kijkt... Ja, dat denk ik wel. Ik ben nu een beetje bang, want die gasten van Mokro Mafia komen eraan. Fuck. Yes, if you are watching, Ariana Grande. Please come have a box with Sammy Krikel. Yes, I want. Je moet gewoon op echt gras spelen. Ja, dat is wel lekkerder. Voor het milieu, hè, dit. Echt? Dit neemt geen stikstof op aan me. Oké. Okay. Oh, jij bent... Oh. Klimaatverwarming en shit. Oh. Heet, man. Terecht, ja, tuurlijk terecht. Ze was een beest achter. Iedereen was bang voor haar, hè. Stem je ook BBB? Ja. Yeah? Ja. Hey, misschien moeten we volgende keer een paar koeien opstellen. Caroline is mijn mattie, Matti. Als we volgende wedstrijd winnen, wil je dan de binnenkant van je... lip laten tatoeëren. Dit is wat... staat erop. Marwan en Joep voelen echt als mijn twee verloren broertjes. Of... Echt? Ja, zo voelt het echt serieus. Hoe ga je duiken dan? Ik moet ze in de gaten houden en... Maar je zegt ook broertjes, want ze zijn kleiner dan jou, hè? Ook dat nog eens. Twee Marokkaantjes naast me. Heerlijk. Ik voel me helemaal thuis. Okay. Ik ben misschien een stuk of 8 keer of zo gewisseld. Ik heb rechts voor gestaan. Record. Ik heb in het midden gestaan. Nog even en ik zou gaan keepen. 8k likes. Wat is dit dan? Wat is dit dan, joh? Die halen we, man. 8k likes. Dat normaal, joh. En Roy laat hier kun je dus SC tatoeëren. Oh, nee toch? Ja, dat ben ik mee eens. Top, man. Top. We gaan de suit doen. Oké. I'm happy. Big shout out naar ons. I give you a box and bye bye. Yeah, thanks. Bye-bye. Je hebt een gele kaart gekregen, maar waarom?